Ja, Soufiane, jij zou ongetwijfeld FC Utrecht met wat grotere belangstelling bekijken dan de andere clubs, omdat je er natuurlijk onlangs nog hebt gevoetbald. Wat is dat voor club? Wat moeten we daarvan vinden? Ja, tuurlijk volg ik ze. Het is voor mij daar allemaal begonnen. Ja. Ik heb daar 10 jaar gespeeld. Als kleine jongen binnengekomen en daar volwassen geworden. Ja, het is eigenlijk vergelijkbaar met Feyenoord. Als natuurlijk Feyenoord natuurlijk wel wat groter allemaal. Ja. Maar het is ook een volksclub. Met trouwe supporters, mooie supporters. Dus ja, het wordt een interessante wedstrijd, denk ik. Heb je je al voor kunnen stellen hoe het zal zijn als je straks de Galgenwaard binnenloopt? Niet echt. Kijk, natuurlijk is het mijn oude club, maar uiteindelijk wil ik daar gewoon winnen. Ik ben speler van Feyenoord en we zijn goed bezig. En het is voor ons belangrijk dat we daar ook gewoon weer winnen en goed gaan spelen. Dus ja, misschien in het begin is het even leuk om iedereen weer te zien, maar als Valencia gaat, dan focus me gewoon en dan ga ik. Ja, dus dan is Yassine Ayoub even niet meer je vriend, maar dan zijn het gewoon een bikkelharde duels op het middenveld. Nee, mijn vrienden niet, nee. Hoe kijk je naar Utrecht? Wat is het voor ploeg? Hoe staan ze ervoor? Ja, ik denk dat ze het begin wat lastig hadden, maar de laatste weken gaat het ook bij hun heel goed. Ze zitten in een positieve flow. Ze hebben volgens mij 3 keer gewonnen, 1 keer gelijk van de afgelopen 4 wedstrijden. Ja, voetballend zeer goed team, leuke spelers. Ook een hele goede trainer die het denk ik weer heel goed gaat neerzetten. Die ons tot in de puntjes, tot in de details heeft geanalyseerd. Ja, want verwacht je weer een tactisch masterplan van Erik ten Hag, wat hij ook in de arena had natuurlijk, bij die winst van Utrecht op Ajax? Ja, dat zou moeten blijken, maar ik ken Erik ten Hag natuurlijk goed. Ik heb 2 jaar met hem gewerkt, dus ik weet wel een beetje hoe hij denkt. Dus ik heb wel een beetje meer ideeën. En het kan natuurlijk ouderwets gaan stormen in de Galgenwaard. Daar heb je in de afgelopen seizoenen van geprofiteerd. Nu zal dat anders zijn. Ja, zeker. Ik denk dat zij zich goed kunnen opladen tegen topclubs. Volgens mij is het stadion ook bijna uitverkocht. Ja, met de supporters daarachter kan het daar gaan spoken. Ik denk dat zij ook, dat deden wij vorig jaar ook vaak, zeker in het begin vol druk op ons gaan zetten. Stadion erachter krijgen. Stadion erachter gaan krijgen, precies. Dat is wat ze willen. Maar daar kunnen wij denk ik wel goed mee omgaan. En de statistieken spreken in het voordeel van Feyenoord al jaren niet verloren in de Galgenwaard. Die kan je dan in je broek steken in ieder geval, toch? Ja, maar in statistieken niet altijd alles zeggen. Het wordt zondag is weer een nieuwe wedstrijd. Een wedstrijd op zich. Dus we zullen gewoon weer heel goed moeten zijn. Een nieuwe wedstrijd in een reeks waar jullie wel weer de resultaten in ieder geval mee hebben. Dat is wel denk ik een heel lekker voordeeltje. Ja, zeker. Tuurlijk. En daarom zeg ik ook, we moeten het nu zien door te trekken en alles winnen. Succes daarmee. Dat is de doelstelling.